het onderzoek van de geloofsbrief. Ik heb de taak een aantal elementen naar voren te brengen, want bij de installatie van het Vlaams parlement moeten wij krachtens artikel 31 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ons uitspreken over de geldigheid van de kiesverrichtingen betreffende de leden en hun opvolgers, de geloofsbrieven onderzoeken en de geschillen die hieromtrent reizen beslissen. Ik moet u melden dat bij brief van 28 mei 2014 verzaakte heer Daniel Termont aan zijn mandaat van lid van het Vlaams parlement voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen was bij de verkiezing van 25 mei jongstleden. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is de heer Joris van den Broeke. Bij brief van 2 juni 2014 verzaakte heer Lieve de Hanskutter aan zijn mandaat van lid van het Vlaams parlement, insgelijks voor de kieskring Oost-Vlaanderen, waartoe hij verkozen werd bij de verkiezing van 25 mei jongstleden. De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is de heer Koen Daniels. De dossiers betreffende de verkiezing van het Vlaams parlement van 25 mei 2014 werden aan de griffier van het Vlaams parlement gestuurd door de voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen krachtens artikel 23 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de voorzitters van het gewestbureau krachtens artikel 20 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop op het Brussels Oost-Indisch parlement en de Brusselse leden van het Vlaams parlement worden verkozen. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk hadden het Vlaams parlement en andere parlementaire assemblées deskundigen aangewezen die hebben toegezien op de voorbereiding, het gebruik en de goede werking van alle elektronische stemsystemen, registratiesystemen, ontsleutelingssystemen en totaliseringssystemen, als ook de procedures betreffende de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, programmatuur en de elektronische gegevensdragers. Op 10 juni jongstleden heeft dit college van deskundigen zijn verslag aan het Vlaams parlement bezorgd dat de griffier aan u allen collega's op 13 juni jongstleden overmaakt. Daarboven heeft de griffier op 4 juni 2014 een bezwaarschrift ontvangen van de heer Bruno Tobak. Daarnaast werden op 5 juli 2014 bezwaarschriften ontvangen van mevrouw Christel Bogaert, de heer René Brabants, de heer Kurt de Bakker, mevrouw Vanessa Danskotter, mevrouw Agnès Jonkeren, de heer Vincent Minne en de heer Andy Vermouten op 6 juli 2014 van de heer Franklin van Dorpen. Bij brief van 11 juli 2004 heeft de griffier uw verslag met de conclusies van het administratieve onderzoek van de dossiers, de bezwaarschriften en de geloofsbrieven van de verkozenen en opvolgers overgemaakt. Ook het aanvullend verslag is u bezorgd bij mail van 16 juli jongstleden. Een tweede aanvullend verslag werd zo pas op de banken rondgedeeld. De verslagen zullen als bijlage in de handelingen worden opgenomen.